We hebben even stip geleend van Fa. Want? Is je hals er kwijt? Nee. Nee. Want? Leuk dat je kijkt naar deze. Ja, Kim. Ja, vandaag nog, kom maar. Leuk dat je kijkt naar deze video. Geef hem alvast een duimpje omhoog. En abonneer op ons. Kanaal. Jean-Bert. Wat? Jean-Bert. Stip Jean-Bert. Kan ze blijkbaar. Stip en een kunstie. Ik kan ze niet met twee wegen gelijk. Nou. Ja, brave Stippie. Ik ga vandaag op bel rijden met mijn mooie gipje. En Vera ook. Daar moet Veer. Ik heb ze gevonden. Hi Veer. Zit hij in je cap? Dat weet ik niet. Zit hij in je cap? Laat eens kijken. Dat heb ik een keer gehad. Echt? Ja, toen reed ik met een handschoen op in mijn hoofd. Dan is die leeg. Ik hoop dat je dat goed scheert als ze in je cap zit. Ja, dat is wel lekker zacht. Goedemorgen, het is zondag 6 mei. Vandaag is de dag dat we de paardjes blij maken. Ze mogen in de wei. Barbara, we zien de beeld uit vanmorgen. Haarlos. Zie je het, dus zeg van je haar los. En het staat je hartstikke gaaf. Dus ja, zal ik voor gaan? Barbara heeft lastig. De haar los. En jij is helemaal wild. En jij heeft altijd wel zin in. En jij vond dat je de verkeerde kant op ging. En jij is niet te houden. Oh, gras, oké. Nou, het is echt een wilde run, zoals je ziet. Zo, vonden jullie het spannend, meiden? Nee. Oh, kijk nou! Oh. Nou, even een rondje hollen. Ja, dat is wel mooi zo. Die doen ze alleen vandaag. Ja. Daarnaast afgelopen doen ze het nooit meer. Nou, volgend jaar weer. Is ja, dat is waar. Ja, inderdaad. We hadden natuurlijk gehoopt dat ze direct op ons af kwamen rennen. Dat is een illusie. Maar vandaag zullen de dames naar de paarden moeten rennen. Braaf gewoon naar ons toe komen. Nou, dat ging toch prima. Brave meiden. Hallo pony. Hi schat. En daar gaan Bel en Fitch het land op. Dit keer begeleid door Christine. Tessa zwemmen. En daar komen ze. Zo, daar zijn de meisjes. Oh nee, meisje en jongen. Ze heeft een vriendje. Nou, die gaat het redden. Kijk hem redden. Ja, ik zie het. Nou, ik kan hem wel dicht doen. Gras is het belangrijkste. Oké, dit was het. Serieus? Die zullen wel gaan rennen. Nou, ik denk dat je er pas moet rennen.
voor de show even. Oeh. Hey. Uit mijn buurt. Ja. Er stond opeens een merrie naast me. Die had hij even niet gezien. Ik had alleen het gras gezien. Hey, wie ben jij? Hoi. Hoi. Meisje, meisje. Kom hier. Oh, en gelukkig is Bel wel beleefd, dat is wel fijn. De beleefde pony gaat namelijk gewoon opzij. Voor het gezag. Het is wel mooi zo. Wat is dit het, jongens? Ja, oké. Okay. Kijk, de ruinen die zijn daar een rondje aan het rennen. Oh, Bel denkt ook. Nou, dat kan ik ook. Fitch, denk je, zoek het maar uit. Ik eet gras. Precies, dat. Oké. Okay. Nou, ik zal voor Tess nog even iets filmen. Dat is ook niet zo spannend. Rangorde bepalen. Nou, Tess staat op het land. Dit is het. Het is vrij weinig actie. Ze eten gras. En je bent? Niet alleen, maar met Naomi. En je bent? Met Benna. En? Zenuwachtig! Ja! Ja! Nou, we gaan even laden. Kom maar. Vaak kan het. En voor de mensen die denken dat Fabienne niet bij Hart voor Paarden hoort, dat hoort ze wel. Fabienne is van ons. Hè, Fa? Niemand mag er pikken. Fa die gaat zorgen voor mijn paard als ik er niet ben. En voor hen, ja. Dus zonder Fa is er geen Hart voor Paarden, jongens. Nou, dan gaat die Bel erin. Hup, hup, hup. Oh, voorzichtig. Zo. Het was mis. Even vastzetten. Zo, we zijn in Apeldoorn. De dag voor Bixie. En we gaan even wandelen met de ponies. Voor Spirit is dit nieuw dingetje nummer 385 in de afgelopen dagen. Dat krijg je als je met ons op pad bent en verzinnen we elke dag wat anders. Maar de meiden die hebben er wel zin in. En de ponies zijn wel relaxed. Straks mogen ze lekker even een uurtje op de wei. Dan gaan wij eten. Dus nou, beter wordt het leven denk ik niet. Gewoon om te rijden. Ja. Okay. Inmiddels zitten we in het bos. Hoe geweldig is dit dan? Die twee koters op een pony. Wij brave moeders hebben ons helemaal suf gelopen met onze korte beentjes. En die ponies die gingen natuurlijk 10 keer zo snel. Maar wij zijn slim. Wij blijven gewoon staan, want ze komen terug. Dus dan hoeven wij minder ver te lopen. Volgens mij spirit inmiddels wel het lijntje af. Dus dat gaat ook helemaal lekker. Misschien kunnen ze wel een stukje draven zo meteen nog. Ze wel weer terugkomen draven.
Oh, ze komen naar mij draven. Slim. Ja, nou, dat had ik bedacht en dan voeren ze het gewoon uit. Het is gewoon mindset is dit. Halleluja. Gaat goed, meisjes? Ja. Ja? Hallo. Jullie mogen wel verder draven, maar je moet wel terugkomen. Ja. Wil je dat? Jij ook? Verder draven, maar je moet wel weer terugkomen. Ja. Oké, nou, daar staan we dan. Daar gaan ze. Dag. Doei. En daar komt Kim. Waarom gingen we mee, Kim? Nee. Wat kan jij hard lopen? Echt. Ik zou langzamer gaan lopen. Ze komen wel weer terug. Ja, maar dat is weer de kant naar het hotel, dus... Dat is eten. En Kim houdt van eten. Ik ben net ook al vol door de poep heen gelopen. Dus het zit ook in mijn schoenen en er zat zand in mijn schoenen. Waarom doe je dat? Ja, ik was niet op letten. Oh, Kim toch. Dat is niet zo handig, hè? Ja, nee, galop. Dat is toch schattig, die tweeën. Hop, hop, hop. Sta je dan als moeder nutteloos te zijn, midden op een ruiterpad. This is my life. Maar het is wel heel leuk en schattig. Heel keurig. Goed gedaan, meisjes. Heel keurig. Zo. We zijn onderweg om de paarden weg te brengen. En zij komen zo aan. Ja, we staan ook wel op tenten. En er staan echt heel veel dingen. Het is natuurlijk wel bekende. Waar ook Ermelo is en zo. Ja, gewoon Ermelo, ja. Bel begint al gelijk met Hinneke van, zijn we er al? Maar jullie zien het zo wel, tot zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Zenuwachtig? Uitgebreid, ja. Ga je zo als eerste doen, weet je dat? Volgens mij dressuurles. Nee. Je gaat met Joyce en Jade. Nou ja, volgens mij alleen met Joyce, want volgens mij zit Jade op school. Maar we zijn in Hotel De Cantarel, waar we altijd zijn. Ja, nou als je ons zoekt, we zijn hier. En Tess is er helemaal klaar voor. Naomi die is ook mee. En die zullen we zo wel zien. Ja. Nou, Hotel. Gesteld, omdat ik zit altijd met te kijken naar de aardbeidsmoedertjes, alleen is het deze keer kokos met ananas en ook dus kunnen jullie alsjeblieft het recept weer veranderen? We stoppen met Pixie, want ze hebben geen aardbeidsmoedertje. Kijk, nou nu vliegt hij net weg, dus dat is jammer, maar hier is een zwaluwnestje. Hoe schattig is dat dan? Jullie de oh, zo is beter te zien. Kijk, zo, een zwaluwnestje. Schattig, hè? Maar hij is net weggevlogen, dat is jammer. Zo, wij zijn in Teteringen bij Vereniging Eigen Paard. Kim die heeft de laatste generale voor, hoe heet dat spul, carousel. Dus ik ben samen met Tess, met z'n tweetjes. We hebben heel lang in de file gestaan. En Tess gaat als eerste en ik ga daarna. Dus daar is Tess, gaat omdraaien. Ben je klaar voor? Zo, heb je er zin in? Ja. Nou, hobbelen maar. Ik moet daar filmen. Dus daar komt het monster, die gaat als eerste. Ja, dan ga je naar Teteringen. En dan is er gisteren een zadelpasser geweest. En die... heeft een prachtig zadel voor haar opgelegd. Dat moet nu besteld worden, want dat moest een andere boommaat zijn. En Tess, wat doe je dan vooral niet? Je beugels vergeten om op te zetten. Dus Tess die heeft de beugels gewoon in Maassluis achtergelaten. Dat is de beste plek voor beugels, denk ik, in Maassluis. En nu zijn we in Teteringen zonder de beugels. Dus vandaag wordt het moet anders dan normaal. Vandaag heb ik een les zonder ja. Het was niet afgesproken. Nee, ik kan je vertellen, dat is inderdaad niet afgesproken. Tess is gewoon de beugels vergeten. Ja, dat gebeurt niet. Misschien vergeet je een keer je laarzen, misschien je hoofdstel. Maar
Je beugels, dat zou je toch niet verzinnen? Nee, het is een beetje dom ook. Goed, ze is nu aan het poepen, dus ik moet poepruimen. Zo, nieuw bij dressuur en africhting stal Jespers. Er zijn niet alleen maar dressuurpaarden, maar ook springpaarden. Hi-ha! Ja, er komt ook geen einde aan, kan ik jullie vertellen. Dit heeft ze al 30 keer gedaan. Volgens mij hebben ze niet hard genoeg gewerkt bij de les. Vandaag zijn... Hi! Leen en... Smee. Zijn er weer. Hallo. Ja. En wat gaan we vandaag doen? We zijn op Jumping Maasluis. En wat gaan we vandaag doen? Naar kinderparcours kijken. Ja! Ik ga daar ook een klein stukje van filmen. En mijn moeder gaat heel het parcours filmen. Ja. En zij gaat ook heel het parcours filmen. Ja, voor kinderkanaal. Dus... Kim gaat. Naar zo, denk ik. Nou, maak een kruisje springen. Mooie camera hoor. Ja. Verder nu met het 8. Kim van het feest met Maasluis met het Henja. Henja, haar naam is gewoon Henja. Jordi. En de barrage. De bel voor de barrage voor Kim van het feest met Henja. Een kort cijfer is wijs van een eigen systeem, houding in zijn steden en algemeen in zijn steden. En totaal steden gesteld en in de baas beoordeeld. Zo, vandaag gaan we voor het eerst proberen om onze paardjes samen op de wei te zetten. Ja, en joehoe. Ja, normaal gesproken is Verona niet zo aardig tegen Bel. Dus ik maakte me een beetje zorgen, maar als Henja er niet bij is, dan gaat het volgens mij best aardig, hè Tess? Ja. Kijk, daar staan ze. Ze doen letterlijk niks. Vandaag is vrijdag. Ik ben een dag even. Ja, en hun zijn er. Hallo. En bij Jumping Maasluis hebben wij weer... Aard. Ook, maar ook Esmee en... Leen. Nu hebben ze iets meegenomen, wat ze altijd meenemen, namelijk taart in de welbekende koeltas. Dus nu gaat ze hem overmaken. We hebben het zelf gemaakt en speciaal voor Tessa zonder jam. Tess lust geen jam. Nou ja, niet in, de, in andere dingen dan croissantjes. Tada! Die is mooi. Een dubbele zelfs. Moet je hem even draaien en dan kan iedereen hem hier ook zien. Nou, die is toch prachtig. Dames, wat zijn jullie weer goed bezig. Ze is zeer prachtig. Ik ben heel creatief geweest. Lekker hoor. Oh, Tess, is het lekker? Nou, dan gaan we hem dus aansnijden denk ik. Ja, ik heb mijn mes bij me. Dat is fijn. Volgens mij hebben we alleen helemaal geen bordjes, niks. Dus je zult het zo in je hand even moeten... Ja, het is mogelijk. Alleen je handen zijn daar naar ons. Ja, nou ja. Okay, gaan we ook dubbele lagen doen. Daar komt ie. Ta-ta-ta-ta-ta. Ik ben niet goed in snijden, maar ik doe maar op gok. Ga maar gewoon gelijk. Zo, hup, zo hoofd door midden. Tada! Ja, hij is onderhoofd. Kijk. En dan zit er een roze botercreme in, jongens. Tada! Zo, dit stuk is voor mij. De rest mogen jullie. Roze botercreme. Dus dat gaan wij eens even lekker opeten. Ja. En zo, hoe dames, hoe ging jullie proefje? Goed. En wat deed Gina? Ze ging stilstaan. En wat deed Tirano? Die ging ook stilstaan, want die moest proeven. Goed bezig, dames. Nou, en nu maar wachten op de prijsuitreiking. Oeh, spannend! Ik heb eigenlijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Ja, maar dat is alleen voor de grote. Ja. Nou. Beide. Hopelijk is er een 1, 2 en 3. Achter? Ja.
Goed, kunnen we nu afsluiten? Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Geef je een duimpje omhoog als je het leuk vond. En tot ziens. En abonneer op ons kanaal. Circus pony is het.